Goedendag. Ik zou zeggen luisteraars, maar ja, webinar participants zou ik haast zeggen. Bij de presentatie Wifi en Beyond. Ik wil u meenemen in de mooie wereld van Wifi. Maar er zijn ook een aantal aandachtspunten, dus ik stel voor dat we beginnen. Waarvoor investeren in Wifi? Die vraag krijg ik af en toe nog wel eens. Zeker als 5G eraan komt, is het dan niet veel verstandiger om te wachten tot 5G? Daar wil ik even zo op aankomen. Als je dan wifi hebt, ja, dan horen we toch vaak nog wel wat klachten. Of tenminste klachten, dat is misschien een groot woord. Maar mensen zijn nooit helemaal 100% tevreden. Nou, waardoor komt dat dan? Er zijn 10 aandachtspunten. Die wil ik even behandelen. De wifi standaard die we vandaag de dag hebben. En die er ook zit aan te komen. Waar gaan die over? Wat betekent dat voor ons? En last but not least. Welk access point zou ik dan moeten selecteren als ik toch wifi wil? En wat betekent dat allemaal? Nou, als we kijken wifi versus 5G. Het grote voordeel van wifi is dat je geen licentie nodig hebt. Hè. Als we naar 5G kijken, er is altijd een licentie nodig. Die worden dan ook geveild door de overheid. Dus de operators zullen daar naar gaan kijken. Maar die moeten er ook veel geld voor betalen. En dan hebben ze eigenlijk alleen nog maar de licentie. Want als we dan verder kijken, ja, dan is er eigenlijk nog... Als je de licentie hebt, moet je ook nog zorgen dat de infrastructuur er komt. Dat vraagt significante investeringen. Want ja, je zal dus heel Nederland of grote delen van Nederland moeten uitrollen met nieuwe apparatuur die voor 5G geschikt is. Maar bij wifi heb je het eigenlijk zelf helemaal in de hand. Dan kan je eigen kantooromgeving kan doen. De investeringen zijn dan ook significant lager dan zeg maar even als je dat door heel Nederland moet doen. Dat zal duidelijk zijn. Dus dat betekent eigenlijk ook dat bij wifi is de business zelf in controle. Zeg ja, ik wil graag 5G hebben. En dan ben je toch afhankelijk van wanneer de operator die functionaliteit gaat ondersteunen. Nou, zoals het er nu naar uitziet, dan zal de 5G pas in 2025, dus dat is 6 jaar vanaf nu. Dat is eigenlijk best nog wel een hele lange tijd. Terwijl als je de laatste wifi-standaard, die kan wedijveren met 5G, vandaag de dag al beschikbaar is. Ja, in 2019. Dus je kan nu al profiteren eigenlijk zeg maar even van de voordelen die wifi 6 met je brengt. En de voordelen van 5G, hè, vergelijkbaar met wifi 6, zijn pas over 6 jaar verkrijgbaar. Nou, dat is toch wel een verschil. Dus ja, wifi is absoluut nog een zaak. Als we nou kijken naar de snelheid, dan zie je dat 5G heeft een snelheid van 10 gig max. Nou, dat is ongeveer bij de AX-standaard hier waar we vandaag de dag over hebben, wifi 6 ook wel genoemd. Is dat eigenlijk vergelijkbaar, 9.6, dat is ook bijna 10. Ja. Nou, als je bij 5G kijkt, heb je hier een gemiddelde doorvoersnelheid van 50 Mbit. Nou, die is hier wel een stukje hoger. Natuurlijk nooit helemaal de theoretisch maximale snelheid, hè. Dat zal ook wel duidelijk zijn. Nou, als we dan kijken naar draadloze techniek, want we hebben natuurlijk niet aan wifi, we hebben veel meer. Een andere bekende technologie is Bluetooth. Die zie je dus eigenlijk veel gebruikt worden voor overdracht van geluid of van telefoniegesprekken. Bijvoorbeeld de car kit in de auto vandaag de dag is heel vaak is dat Bluetooth. Nou, zo'n 10 meter is dat ongeveer. Wordt dus wordt daarvoor gebruikt. We zien ook wel dus dat is helemaal zeg maar even geluid over te dragen of andere zaken met inhoud. Denk hier bijvoorbeeld ook aan de draadloze koptelefoons, ook vaak Bluetooth. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog wat remote control voor Bluetooth. Hoewel dat ook nog wel eens infrarood is, maar over het algemeen kan je daar Bluetooth ook goed voor gebruiken. Nou, dan zien we in een omgeving, bedrijven en thuis zie je gewoon veel wifi zie je. En Zigbee. Nou, wat is Zigbee nou? De meeste mensen kennen dat eigenlijk onder klik aan, klik uit, om het zo maar even populair te zeggen. Dat is dus eigenlijk om je licht op afstand draadloos aan en uit te schakelen en allerlei andere dingen. Je zonnescherm naar beneden te laten, nou noem maar op. Dus dat is de Zigbee. De wifi is natuurlijk eigenlijk zo, die komt 100 meter eigenlijk ongeveer, zo gemiddeld. En wordt veel gebruikt om data te overdragen. Nou, als je nou gezegd buiten eigenlijk, dus niet meer binnen, dan praten we toch vaak over de 5G, de long term evolution of de next generatie IoT devices. Nou, dat is eigenlijk allemaal is dat over het algemeen op 5G. En dan praten we toch over kilometers dat je verder gaat. Dus dat is dan wel als voordeel weer voor buiten. En je hebt er wel een wifi-standaard, de WiMAX hebben we ook nog wel eens genoemd. Maar die zit op dit moment, wordt er nog niet heel wijdverbreid gebruikt.
Nou, terwijl je nou kijkt van waarvoor heeft wifi dan nog steeds een bestaansrecht, ondanks dat 5G. Nou, ik noemde het al even, het is een stukje goedkoper, want je hoeft die licentie niet te betalen. Ja, en ook de investering om de infrastructuur te realiseren is ook wat, of niet wat, is ook significant goedkoper. Je hebt zelf controle, ook niet onbelangrijk. En het laatste is dat het een heel wijdverbreide standaard is. Het leuke is dat je op vakantie gaat en je komt in Zuid-Amerika of al een of ander land en ze hebben wifi. Het werkt eigenlijk altijd. En hoe komt dat? Het is de meest geaccepteerde standaard. Ja, en iedereen of elk apparaat ondersteunt dat ook. Dus de smartphone heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Dus in elk land kan je wel met wifi kan je terecht. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En dat blijft voorlopig ook nog wel even zo. Nou, is het, ik noemde het net al, hè, als je dan wifi hebt, dan zegt iedereen, als ik dan vaak met klanten praat, en die zeggen dan van, joh, ben ik nou tevreden over Oostvaal? Nooit 100%, of tenminste nooit, dus misschien een grote, niet altijd vaak. Nou, en dan vraag je, maar wat doet het dan niet goed? Nou, soms hoor je over dekking, we hebben het ook wel eens een keertje over snelheid, en last but not least, de capaciteit. Nou, ik behandel ze alle drie even, van wat betekent dat nu precies? Nou, als we over wifi-dekking hebben, dan is het natuurlijk, dan zijn dit de bekende heatmap plaatjes. En eigenlijk is meten, is weten. Hoe doen we dat? We hebben een drietal metingen, heb ik hier even opgenomen. De een is een predictive meting. Wanneer gebruik je nou een predictive meting? Dat is eigenlijk voor een gebouw wat er nog niet staat, en waar je van tevoren wil zeggen van, nou, maar ik heb wel wifi nodig en ik wil weten waar die access points geïnstalleerd moet worden. Dan zal de installateur daar een aansluitpunt voor moeten maken. Nou, hoe doen we dat? Dan hebben we een plattegrond. We hebben een database, daar zit allerlei ervaring in. Op de plattegrond geef je aan van wat voor soort materiaal de muren zijn, of er veel glas in zit. Nou, allemaal van dat soort zaken. Op basis van die database wordt er dan een voorspelling gemaakt hoe het de dekkingsgebied eruit ziet en waar je dat access point zou moeten plaatsen. Nou, door dan te schuiven met dat access point krijg je zo'n heatmap zoals we net gezien hebben. En dan kan je heel goed opzien van, heb ik de juiste dekking, ja of nee? En dan weet je, het is natuurlijk een voorspelling, dus het is niet daadwerkelijke meting. Maar omdat het gebaseerd is op een database met allerlei ervaringscijfers erin, dan krijg je wel een heel nauwkeurige of redelijk nauwkeurige voorspelling. Afwijking is zo'n 10-20%. Ja? Nou, als je dan zegt van ja, maar ik heb al een gebouw en ik wil het eigenlijk veel nauwkeuriger hebben, dan ga je een active metingen doen. Wat we dan doen eigenlijk, dan zal een ingenieur met wat ervaring, die zal zeggen van, nou, ik zou daar een access point op hangen en daar. Dus dan plaatsen we daar tijdelijk een access point. En dan meten we daadwerkelijk de dekking. Hoe je dat meet, daar kom ik zo meteen even op terug. En je meet dan de dekking en dan krijg je eigenlijk hetzelfde plaatje als wat je net liet zien. Dan komt er op die meettool dat ook te zien. En dan zie je dus gewoon van, hey, wat heb ik nou? Nou, dat is altijd een mooie momentopname. En dan weet je eigenlijk heel goed van daar zou dat access point moeten plaatsen. En dan als laatste hebben we natuurlijk de validatiemeting. Stel voor dat je hebt een predictive verhaal gedaan. Het gebouw wordt gebouwd. De access points worden geïnstalleerd. Nou, en dan wil je daar op een gegeven moment nog weten van, heb ik daadwerkelijk die dekking gerealiseerd die voor ogen had? Nou, door dat te doen, dan kan je dat een validatiemeting doen. Dus dan hoef je geen access point meer te plaatsen, want die hangen er al. En dan loop je rond met een meetlaptop, voorzien van de juiste meetsoftware. En dan kan je heel goed meten van, heb ik de juiste dekking? Nou, hoe meten we dat nou? Wat je eigenlijk bij dekking meet, is een seriaal ruisverhouding, zoals dat mooi heet. Als we hieronder kijken, zien we die rode lijn. Dat is eigenlijk, zeg maar even, de natuurlijke ruis die binnen een gebouw zit. Dat kan, bij een gebouw kan dat verschillen. En dan gaan we daarboven, de groene lijn is de lijn die we dan meten. En dan zien we de verhouding tussen de ruis en de signaal, de noise ruisverhouding, of signaal-ruisverhouding. En je moet ongeveer zo'n 20 tot 30 dB zijn. 20 is de ondergrens, 30 is een topontvangst. Als je dat hebt, dan weet je zeker dat je een goede dekking zal krijgen. De wifi performance. Ik noemde het net, hè, er waren drie gebieden. Dekking, performance en capaciteit. Nou, als we naar de performance kijken, dat is altijd al een belangrijk issue. Nou, er zijn een aantal factoren. Er is niet één factor die je doet, maar er zijn wel 10 factoren die allemaal een impact hebben op die performance. En al die factoren zou je dus ook, nou, onder controle moeten hebben, in ieder geval moeten adresseren om te gaan zorgen dat je wifi performance optimaal is. Ik zal ze allemaal even doorlopen. Ja? De eerste, de antennes. Nou, de meeste access points die we kennen zijn access points met een
Omni, de directional antenne. Nou, dat is een antenne die eigenlijk, ik laat even het volgende plaatje zien, dat is wel even mooi. Die krijgt, zoals je dit beeld hier ziet, een soort, ja, noem het een donut, maar dit is een stralingsgebied. En je ziet hier dan ook, zie je de verticale en de horizontale straling, zie je, dan zie je dan mooi. En je kan hier heel goed zien, dat plaatje ernaast, de Omni, de directional antenne, van wat de afstand is. Dat is eigenlijk rondom dat access point, naar beneden gericht, zo donut. Dus dan heb je eigenlijk het gebied. Hij moet dus ook niet te hoog hangen. Je hebt een heel hoog gebouw. En hang je hem, dan zal die donut niet de onderkant halen. Dus dan hou je het niet. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog de directional antennes. Daar kom je veel verder mee, maar in een bepaalde richting. Je ziet dat hier ook onder in die stralingsdiagrammen. Met andere woorden, daar moet je best rekening mee gaan houden. Kijk, in een normaal kantoorpand is een omnidirectional antenne is fantastisch. Ga je naar wat hogere ruimtes, dan kan je best overwegen. Moet ik niet met directional antennes gaan werken en zo, dat ik een optimale straling ga krijgen. Of naar beneden, of zeg maar opzij. Zeker als je een point-to-point wifi verbinding hebt, dan praat je eigenlijk altijd over directional antennes. En dan zal je dus een access point moeten gebruiken met external antennes. Dus dat is eigenlijk even belangrijk in dat geval. De power levels. De wifi standaard definieert dat je maximaal 100 milliwatt mag uitzenden. Dus dat doet een access point dan ook keurig. En dat zou elk ander device ook moeten doen. Nou zien we wel eens een keer dat je op de mobiele telefoons of de smartphones, dat er om batterijen sparen, dat er wat minder vermogen wordt uitgezonden. Nou, dat is natuurlijk fantastisch als je access point mooi op 100 milliwatt uitzendt. Kom je lekker ver, is dan gedaan, heb je optimale dekking. Maar als je smartphone dan maar 50 milliwatt uitzendt, omdat de batterijen wat minder zijn bij wijze van spreken, nou, dan ontvangt hij het signaal wel. Maar helaas kan hij niet meer tegen het access point praten. Dat is een beetje jammer. Dus om dit nou te voorkomen, dit soort situaties, wat doen we dan eigenlijk altijd? Dan zeggen we, het meten waar ik het net over had, het inmeten of die predictive meting, die doe je dus eigenlijk op 50% van het vermogen. Dus 50% van die 100 milliwatt, zo ga je hem eigenlijk inmeten, of tenminste ga je hem voorspellen om te gaan zorgen. Ik heb altijd een verbinding die optimaal is met een smartphone of een tablet of wat dan ook. Dat afhankelijk is van batterijen. Dus dat zijn de power levels. Dan hebben we ook nog het bekende co-channel interference. Nou, daar zullen jullie allemaal vast wel een keer van gehoord hebben. Interference is eigenlijk een slecht verhaal. Dat zorgt er eigenlijk altijd voor dat je performance van je netwerk naar beneden gaat. Een bekend verhaal is altijd dat mensen wel zeggen, joh, ik heb een slechte performance of het doet geen goede dekking, weet je wat, ik zet er een access point bij. Maar als je niet oppast, door dat extra point erbij te plaatsen, gaat dat eigenlijk de hele performance gaat naar beneden. Omdat je namelijk dat je interference krijgt. Nou, op de 2,4 gigahertz band, zoals we die hier zien, daar zijn, af Amerika meetellen, 14 kanalen. In Europa zijn er 13 kanalen. En je ziet die kanalen zijn overlappen. Dat zijn hier die gele lijntjes. En we hebben dus eigenlijk maar 3 kanalen die niet overlappend zijn. Nou, dat is 1, 6 en 11. Dat zijn de kanalen die je dus effectief op de 2,4 gigahertz band kan gebruiken. En ik heb hierna zo'n plaatje getekend. Dus wil je interference voorkomen en je moet dus meerdere access points op een vloer plaatsen, dan zou je ze zo moeten plaatsen dat ze nooit, hier channel 6, geen interference hebt met de andere channel 6 hier. Dus dan moet een channel 11 en een channel 1 tussen kan daar zitten. Maar dat is, je hebt dus weinig mogelijkheden. Je begrijpt dan ook dat als je in een buurt zit, bijvoorbeeld midden in de stad, in het centrum, met heel veel wifi access point, is er eigenlijk altijd wel wat interference. Nou, ben je dus bedrijf, heb je dus bedrijfskritische toepassing op het wifi, nou, dan heb je daar best wel last van. Dan kan je beter naar de 5 gigahertz band gaan. Je ziet hier een mooi plaatje. Je hebt hier, hadden we die 3 effectieve kanalen. Hieronder zijn die kanalen niet overlappend. En heb je dus eigenlijk iets van 24 niet overlappende kanalen. Nou, dat is natuurlijk, dat zegt al voldoende. Ondanks dat de 5 gigahertz dus eigenlijk minder ver reikt ten opzichte van de 2,4 gigahertz, want dat komt verder qua afstand, zal je op de 5 gigahertz toch een veel betrouwbare verbinding krijgen. Vandaar dat we ook altijd adviseren, heb je bedrijfskritische toepassingen, of wil je storingsvrij werken, of geen last van interference hebben, ga dan naar die 5 gigahertz. Nou, dus ook het gebruik van wifi, hoe gebruik je dat? Nou,
Natuurlijk om data over te zenden alleen, maar wat we er ook naast hebben is voor controle en management frames die over dat wifi gezonden worden, een soort overhead. Nou, dat proberen we natuurlijk te beperken. Hoe doe je dat? Nou, we zeggen eigenlijk, hè, de access points, de meeste access points kunnen veel SSID's aan. 16 zomaar even als het niet meer is. Maar moet je dat ook daadwerkelijk willen? Wij zeggen eigenlijk, de best practice is van, doe dat niet meer als 5 SSID op een access point. Dan heb je zo min mogelijk overhead. En dan maak je zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare airtime. Ten slotte is die maar beperkt. Dan heb je ook nog een beacon rate om te vertellen van, hier ben ik als access point. Nou, die komt elke 100 milliseconden wordt die uitgezonden. Maar stel voor dat je die naar 300 milliseconden kan verhogen. Dan heb je dus al een stuk overhead, een stuk minder. En heb je dus weer meer airtime nodig, of beschikbaar, om informatie te zenden. Ik heb straks nog een berekening even met capaciteit en dan zie je hoe die airtime naar voren komt. Data rate. Zeggen van, nou, als ik nou een optimaal verhaal wil hebben, dan wil ik zo snel mogelijk alles overkrijgen. We praten dus, hè, je ziet ook dat die wifi-standaard steeds sneller wordt. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar wanneer hebben we nou een geoptimaliseerd wifi? Dat is niet alleen een wifi wat heel snel is, want ja, het kan heel snel zijn, maar als je zegt van, het wordt niet goed ontvangen en je krijgt daardoor allerlei hertransmissies omdat de delen missen, ja, dan moet je je afvragen of dat wel het meest effectief is, want je krijgt heel veel herhalingen. Dus mochten er nou veel retransmissies zijn, omdat het allemaal niet ontvangen wordt, dan zou je misschien wel eens veel effectiever kunnen zijn door de snelheid iets te verlagen en niet op het maximum van het access point te gaan zitten. Nou, dat is dus eigenlijk, nogmaals, het zijn allemaal zaken die ik hier bespreek, wat tuning is. Het is niet altijd dat het een fix of een rocket science is, om het zo maar te zeggen, dat je van tevoren alles kan instellen. Je zal ook even in de situatie moeten kijken van, hoe gedraagt mijn wifi-netwerk zich in deze omgeving? Nou, punt 6 is, moet ik nog support voor wat oudere devices? Hè? Als we naar de 802.11b devices gaan, de zogenaamde legacy devices, die hebben een snelheid van 54 MB. Eigenlijk dus heel traag. Je kan het een beetje vergelijken met een fiets op een autosnelweg. Nou, zouden we die toelaten, dan zou je auto heel langzaam moeten gaan rijden. Wil je geen botsingen krijgen? Nou, in wifi-land hebben we natuurlijk hetzelfde. Dus wij zeggen eigenlijk, nou, die 802.11b devices komen bijna niet meer voor. En als ze voorkomen, nou, moet je ze dan nog wel willen ondersteunen. Met andere woorden, disable support voor de 802.11b devices op je netwerk. Ja, doe je dat niet, dan komt er zo'n device dat alle performance naar beneden gaan. Nou, dat is natuurlijk een gigantische impact. Dus dat zou ik adviseren om dat niet te doen. Fragmentation aggregation. Nou, ik heb hier een mooi plaatje en dat plaatje, je ziet hier eigenlijk, als je heel veel kleine berichtjes gaat sturen, het protocol van wifi is dat elk berichtje moet acknowledged worden dat het goed ontvangen is, anders moet het hergestuurd worden. Nou, heb je dus heel veel kleine berichtjes, krijg je dus echt heel veel overhead. Dat heeft best wel een behoorlijke impact op je performance. Dan zou je kunnen zeggen, joh, kan ik al die pakketjes dan niet in een soort grote omdoos doen en dan stuur ik alleen die grote omdoos. Nou, dat klinkt natuurlijk leuk en dan kom je in dit verhaal eigenlijk een beetje terecht. Maar als zo'n grote omdoos, bijvoorbeeld een groot pakketje, als dat niet goed ontvangen wordt, dan wordt het ook elke keer, moet het opnieuw gestuurd worden. Dus de waarheid ligt ergens in het midden. Dus ja, ga kleine pakketjes, voeg die samen tot een wat groter pakket. En de allergrootste pakketten splits die op in wat kleinere pakketten. Nou, er zitten in wifi allerlei mooie trucken zitten erin. Dus laat het zo configureren dat je ergens hier in een van deze twee vakken komt. In ieder geval dat je het optimale balans hebt, hè, tussen het formaat of de lengte van je pakket, ja, en de acknowledged, de overhead die je daarvoor nodig hebt. Dan hebben we nog een stukje quality of service. Hè, afhankelijk van wat je erop stuurt, kijk, stuur een e-mail over naar iemand via wifi, dat die een paar milliseconden later aankomt, zal niemand merken. Heb je spraak erover en krijg je een soort long distance call en allerlei haperingen, dat is even minder aantrekkelijk. Dus je kan, daar hebben we multimedia wireless hebben we daarvoor. Dat kent 4 prioriteiten. 1, de hoogste prioriteit is voor spraak. Dan krijgen we video. Ja, want je natuurlijk vervelend in een schokkend beeld, maar spraak is toch nog vervelender.
De derde prioriteit is op basis van een soort best effort. En de vierde is wat ik zei eigenlijk al voor de e-mail. Zodat je in de achtergrond kan je die e-mail kan je versturen. Nou, kies de juiste protocol. Dan zou je zeggen, als gebruiker kan je niet zoveel. Nee, maar dat kan je bij confereren kan je wel doen. Ik heb hier eigenlijk een simpel protocol van om de tijd te vragen. De gebruiker 1, die zegt eerst even hi tegen de gebruiker 2. Die zegt hi terug. Dan krijg je de vraag van, wat is de tijd en de tijd. Nou, dit is eigenlijk een heel eenvoudig protocol. Maar stel voor dat ik hier overal bij elke vraag een acknowledge zou moeten geven. Zo van, heb je de hi wel ontvangen? Ja, die heb ik ontvangen. Nou, dan zie je al dat de overhead op je protocol groot wordt. Dus er is altijd ook hier weer een balans tussen zekerheid weten van iets is ontvangen versus de overheid die je hebt. Dus nogmaals, daar kan je, maak daar gebruik van. Nou, er zijn een aantal interferentie die niet direct in de wifi-band zitten, maar die wel een impact kunnen hebben. En dus ook storing kunnen veroorzaken. Nou, het bekendste is eigenlijk denk ik de magnetron op de 2,4 gigahertz. Dan merk je dat niet veel totdat die magnetron aangaat en gebruikt wordt. Dan zal je zien dat het wifi-signaal daarin stort. Dus dat is een beetje vervelend. Dus hou daar rekening mee. Nou, hetzelfde met straalverbindingen kunnen een impact hebben. Radar is een andere bekende. Die, als je niet oppast, drukt hij het hele wifi-signaal weg. Dus zorg dat je niet midden in zo'n radarbundel zit. Een ander verhaal is de peer van alarmsystemen. Misschien minder bekend, maar soms als je absoluut geen dekking hebt, of tenminste heel veel storing, dan kan dat best wel eens door zo'n peer veroorzaakt worden. En dan zou je hem dus het best kunnen verplaatsen. Dat kan absoluut effect hebben. Dektelefoons, fluorescerende lampen, satellietverbindingen en WiMAX. En WiMAX is eigenlijk de wifi op lange afstand. Hè? Nou, dat zijn allemaal van die factoren die impact kunnen hebben. En de enige manier om hier achter te komen, opnieuw meten, is weten. Want als je een slechte performance hebt, laat dit controleren. Dus even samenvatten. Hè. Dit zijn de 10 factoren, de antennes waar we het over gehad hebben. 9 van de 10 keer voldoen omnidirectional. Zo niet overwegen directional. Zorg voor de power levels dat die goed zijn. Wij adviseren in ieder geval 50%. Kies de juiste channels. Dat betekent dus, ga als het even kan naar de 5 gigahertz band. Omdat dat veel zekerder wifi geeft. Het gebruik ervan, van hoe ga ik hem gebruiken en zorgen dat je interval wat groter is. De data rates, maar misschien moet je daar wat tuning in plaatsvinden. Opnieuw, ook hier, alleen kan je door te meten, weet je of je veel retransmissies hebt. Voorkom dat je ook nog hele oude devices moet supporten, waardoor je performance naar beneden gaat. Verpak de boodschap in een grote omdozen of hak ze in kleine stukjes. Opnieuw, afhankelijk van wat er verstuurd moet worden. Zorg voor quality of service. Zeker als je bijvoorbeeld wat een bekend verhaal heeft, voice over wifi. Of VoIP over wifi moet ik eigenlijk zeggen. Gebruik van high-level protocol. En check of je geen last hebt van interferentie van apparaten die in de non-wifi band zitten. Nou, we hebben net ook ik had 3 factoren. Dekking, de performance en de capaciteit. Nou, hoe ontwikkelen we of hoe ontwerpen we nou eigenlijk een wifi-netwerk voor capaciteit? Want dat wordt toch een beetje ondergelicht verhaal. Heel vaak gaan we meten. En dan zeggen we van, we hebben dekking, dus ja, het zal allemaal werken. Maar dat is niet zo. En dat wil ik eigenlijk hiermee even laten zien. Kijk, of nou een aantal, je moet eigenlijk weten van het aantal devices dat je hebt en het type device. Is het een laptop, een tablet of een smartphone? En wat ik dan ook nog zou willen weten, van ja, wat zijn de karakteristieken nou van die apparaten? Ondersteunen ze 1 keer MIMO, 3 keer 3 MIMO? Hebben ze 1 of 2 banden? Nou, dus die MIMO, daar kom ik later in mijn presentatie op terug. Dan leg ik uit wat dat is. Maar ik geef hier even een voorbeeld wat voor impact dat allemaal is. En ja, ik zou het ook wel plezierig willen weten wat voor applicaties ik over mijn wifi gebruik. Want je kan je voorstellen, als je video hebt over je wifi, ja, dat gebruikt veel meer bandbreedte dan iets anders. Mooi voorbeeld vind ik altijd in de klas waar 32 leerlingen zitten. En die met z'n allen tegelijkertijd gaan YouTuben. Dan neem je best wel een aardige belasting. Je ziet ook in educatie dat een van de zwaarste toepassingen is binnen wifi-land. Nou, stel dat je dit allemaal weet. Dan heb ik hier even een voorbeeld. Je hebt een laptop die ondersteunt 3x3 MIMO. En
Je hebt een applicatie die een bandbreedte vraagt ongeveer van 3 Mbit. Nou, mijn gemiddelde throughput van mijn netwerk, van mijn wifi-netwerk wat ik heb, is 225 Mbit. Dan kom ik uit op een airtime, dus het beslag wat ik op die airtime leg van 1,3%. Nou, al zit niet zoveel. Heb ik 100 devices, kom ik op 130% uit. Nou, dat betekent natuurlijk eigenlijk dat met één access point, dat ik dat niet af kan handelen. Ik heb dus om deze capaciteit minimaal 2 access points nodig. Nou, dus dat zou ik even, dus dat moet ik kunnen weten. Of daar moet ik rekening mee houden met het realiseren van mijn wifi-infrastructuur. Stel voor dat ik nou met een tablet ga, met dezelfde applicatie, maar die tablet heeft maar een capaciteit van 1 keer 1 MIMO. Ik heb nog steeds diezelfde applicatie, dus die vraagt nog steeds 3 Mbit. Ook mezelfde infrastructuur, dus je hebt een throughput van 225 Mbit, kom ik op een airtime uit van 4%. Met andere woorden, dezelfde infrastructuur heb ik hier bij 100 devices nu 4 access points nodig om ook 100 tablets met dezelfde applicatie. Het is dus heel belangrijk om te weten, hoe wordt die wifi-infrastructuur gebruikt, wat voor type apparaten en hoeveel zijn dat er ongeveer? Nou, dat weten we natuurlijk niet altijd exact, maar door een aanname te doen, een soort educated guess van te maken, kom je in een aardig rent en dan kan je dus eigenlijk je wifi-infrastructuur al zo ontwikkelen of ontwerpen, dat het geschikt is en voldoende capaciteit. Dus het is niet alleen dekking, maar ook zeker de capaciteit. Nou, de wifi-standaard. Ik neem even een slokje. Daar gebeurt veel in, ik vertelde het al. Ja. Als we kijken naar de wifi 4, die kwam in 2009. En we hebben tegenwoordig hebben we termen eraan gegeven. Vroeger praten we over 802.11 A, B, C. Dat zijn natuurlijk een beetje, ja, voor de mensen die er dagelijks mee werken, is dat misschien gesneden koek. Maar voor mensen die dat niet doen, niet altijd. Dus sinds kort hebben we daar naam aan gegeven, de wifi 4. Staat ook wel bekend als de 11N. Kwam in 2009. En die had een snelheid van een maximale snelheid van 450 Mbit. Als we kijken naar de volgende standaard, de AC-WAV2, ook wel gerefereerd als wifi 5, hebben we snelheid van 1,3, maar is sinds 2014, dus al best lang. En intussen hebben we dan de meest recente standaard, of die is vandaag de dag zelfs formeel nog een draft, maar die wordt dit jaar wordt die officieel, is de 2019, de AX-standaard. De eerste access points zijn er vandaag de dag dan ook al. En dat is de wifi 6 gerefereerd en die heeft nu een capaciteit van 4,8 en kan doorgroeien tot 10, wat ik net in het begin liet zien. Nou, wat is nou het grote voordeel van die AX? Want kijk, wat ik heel vaak hoor van mensen of klanten, die zeggen van, ja, heb ik nou wel wat laatste of nieuwste van het nieuwste nodig? Een beetje minder kan toch ook wel? Nou, ik denk dat er toch wat voordelen aan zitten en die wil ik jullie eigenlijk allemaal even delen. Het grote voordeel is van de AX-standaard is dat het is niet alleen in de 5-band, dat was zoals bij de AC dat was, maar het is ook in de 2,4-band. Ja. Dus ik heb op beide banden heb ik nu een optimale snelheid. De snelheid is 4 keer hogere doorvoersnelheid per station. Nou, dan kan je afvragen, moet ik dat voor 1 station doen of ga ik er anders mee om? Kom ik straks even op terug. Dan is het zowel voor outdoor als voor indoor. Voorheen was het alleen voor indoor, nu ook voor outdoor. Het is, de AX is specifiek ontwikkeld voor dense omgevingen. En wat bedoel ik met dense? Zowel dense, het aantal gebruikers met mobiele apparaten, als dense met het aantal omgevingen waar bijvoorbeeld de buren ook veel access points hebben. Met andere woorden, hij is beter geschikt voor allerlei interferenties. En last but not least, en dat denk ik best wel belangrijk, hij zorgt ook voor een veel betere efficiëntie van de batterijgebruik van de mobiele devices. Die spaart hij. Nou, en dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Ja, want batterij, nou, dat weten we allemaal, de smartphones vandaag de dag zijn zo snel leeg. Kan redelijk snel gaan en wordt effectief gebruikt. Dus alles wat we kunnen besparen is daarin meegenomen. Nou, als we dan kijken naar waar we staan qua snelheid, dan zie je eigenlijk hier dat, zeg maar even, de 10 tot 12 gigahertz zie je naartoe. Ik kom straks de volgende slide, ik denk dat de volgende slide al is, ja, die laat al zien van waar we naartoe gaan. Er komt de AI-standaard eruit. Die is niet meer op de 2,4 of op de 5 gigahertz band, maar op de 60 gigahertz band.
in eerste instantie met een snelheid van 30 gig, dus drie keer hoger als zeg maar even de 10 gig van de AX. Afstand is nog steeds die 30 meter 100 feet, maar we gaan daar naartoe, dat weten we eigenlijk nu al, van 200 gig, ja, met een afstand van 300 meter. Nou, dat zijn natuurlijk significante afstanden en snelheden, waar je zegt van ja, de wifi, is dat weg te denken? Vooralsnog niet, en blijven we daar nog lekker op investeren met z'n allen. En ook gebruik van maken. Nou, dan hebben we de volgende AZ-standaard. Dat is Next Generation Positioning. Dus dat is Location-Based Service. Waar bevindt een bepaald mobiel apparaat zich? Nou, dat is, daar zou je steeds meer toepassingen voor krijgen. En je weet op een gegeven moment, er zit in een netwerk zit er eigenlijk informatie. Je weet op wat voor access point een bepaald mobiel apparaat ingelogd is. Nou, daar kan je wat mee. Voorbeeld noem ik eigenlijk altijd, als je flexplekken hebt, je hebt een gebouw met 12 verdiepingen. Waar zit mijn collega? Nou, want daar wil ik graag naast zitten. Dat kan je dan heel makkelijk met dit soort oplossingen kan je doen. Nou, en de AZ-standaard gaat er alleen nog, de next generation gaat veel nauwkeuriger bepalen nog waar iemand staat. Ja. De BA-standaard is voor wake-up radio. Nou, om die batterij te besparen. Het is toch zonde als de hele tijd de radio en je wifi, wifi-infrastructuur aanstaat. Misschien moet je alleen maar aanstaan op het moment dat je hem daadwerkelijk nodig hebt. Nou, daar definieert deze standaard ziet iets over. Hij is er niet, wordt aan gewerkt. En de BB-standaard, dat is eigenlijk niet meer op radiobasis, maar op lichtbasis. Dus daar heb je echt altijd line of sight voor nodig. Dat zijn even de ontwikkelingen van waar we naartoe gaan. Dus voorlopig zijn we nog niet uitontwikkeld en komt er nog vele mooie dingen komen eraan. Dan is het verder, welk access point heb ik nou precies nodig? Dat is eigenlijk altijd de vraag die we krijgen. Nou, laten we even kijken van wat daar allemaal mee speelt. Nou, een access point met 1, 2 of 3 radio's. Ja, we hebben access point met 3 radio's. Ja, hoe wordt de infrastructuur gebruikt? Hè? Dat is eigenlijk ook al wel een belangrijke vraag. Nou, wat is multi-user MIMO? En by the way, heb ik dat allemaal wel nodig? En wat zijn special streams en zijn deze belangrijk? Nou, ik probeer het allemaal even te behandelen. Het zijn best wel technische termen. Aan de andere kant, waarvoor heb ik er toch voor gekozen om ze even te behandelen? Omdat je ze vaak tegenkomt in wifi-land. En ik ook vaak tegenaanloop van dat mensen niet precies weten wat het is. Dus ik hoop dat na deze presentatie dat jullie dat wel weten. En last but not least, een multi-gig interface. Heb ik deze ook nodig? Nou, laten we even voor een access point kijken. Wij adviseren eigenlijk altijd een access point met 2 radio's. Waarvoor? Dan kan je zo op de 2,4 als op de 5 gigahertz kan je gelijktijdig uitzenden. Want je hebt allerlei apparaten. De een ondersteunt wel 5 en de ander doet het niet. Ik stel wel voor, gebruik die 5 gig zoveel mogelijk voor, zeg maar even, voor bedrijfskritische toepassingen. En de 2,4 gig is bijvoorbeeld heel mooi voor gasgebruik. Of dat soort zaken. Als je dan ziet van wat zijn dan de verschillen. Nou, het bereik van 2,4 is wel groter. Ik vertelde het net al. En 5,4 of 5 gigahertz is een kleiner bereik, komt minder ver. Maar bij de 1 heb je maar 3 niet overlappende channels. En hier zijn het 23, 24 officieel. Maar meestal worden 23 gebruikt. En de interferentie is dus op de 2,4 vele malen hoger dan op de 5. En de derde radio, waar is de derde radio nou voor? Nou, die derde radio zit er vaak voor om eigenlijk te luisteren wat er gebeurt in de lucht. Zogenaamde monitoring mode. En in combinatie met bijvoorbeeld een intrusion detection pakket kan je dus zeggen van zie ik in de lucht dingen gebeuren die daar niet thuis horen of die een impact hebben op mijn netwerk. Ja, vanuit de security oogpunt. Dus dat betekent dat die derde radio is leuk, maar die wordt niet gebruikt eigenlijk voor het wifi aan zich, als meer om de omgeving veiliger te maken. Nou, hoe wordt het gebruikt? Vaak natuurlijk voor data. Gaan we, en data bedoel ik dan e-mail mee, of in ieder geval geen bedrijfs- of geen performance-kritische data. Voice, dat is natuurlijk wel performance vragen. Ongeveer een bandbreedte van 150 kb per gebruiker. Heb ik dus 10 gebruikers, zit ik ongeveer aan de 1 Mbit. Dus nou, dat is altijd wel leuk om te weten op het moment dat je gaat zeggen, ik ga voice of VoIP over wifi doen. Dan zijn dit cijfers wel belangrijk om even te zeggen van ja, wat betekent dat nou voor mijn capaciteit bijvoorbeeld? Video, als ik full HD video wil hebben, vraagt dat 4 tot 6 Mbit per sessie. Nou, ook best wel wat. Dan zie je vaak van video dat dat multicasting is, dus van één punt naar meerdere punten. Dus dat heeft dan
één keer die 4,6 gig tot zijn gevolg. Wel belangrijk om daar rekening mee te houden. En location-based servers, nou dat is de locatiebepaling. Vandaag de dag gebeurt dat vaak nog met 3 AP's. Je kan dus op basis wel zien van waar is een bepaald apparaat ingelogd. En dan heb je maar een nauwkeurigheid van zo 15 tot 30 meter. Wil ik dat nauwkeuriger hebben van zeg maar even naar 3 meter, dan heb ik ongeveer 3 AP's nodig die het mobiele apparaat moeten zijn, dat je dus een 3-puntspeiling kan doen. Daar is het op gebaseerd. De nieuwe standaard die jullie zien gaat zorgen dat we het allemaal wat nauwkeuriger nog hebben. Multiple input, multiple output. MIMO, een bekende term. Tenminste, voor een aantal van ons. Wat is het nou eigenlijk? Nou, als we kijken naar single input, single output, we praten over een apparaat zoals hier. Een mooie zender met 1 antenne en een ontvanger ook met. Dit is 1. Nou, als we nou gaan zeggen van, als ik nou multiple input en multiple output heb, heb ik nog steeds die zender, maar die heeft 2 antennes. En hier hebben we 2 ontvangers. Dus dan praten we eigenlijk al over multiple input, multiple output. Nou, hoe maken we daar? Dan hebben we ook nog eens een keer gebruik van single user, multiple input. Nou, dit is een access point. We zien hier een pakketje. Ik heb het even de transportlaag weergegeven door een mooi vrachtwagentje. En die gaat in dit geval een iPad gaat die bedienen. Ik heb nog 2 andere iPads, die moeten ook bediend worden. Nou, dat is wel vervelend, hij moet eerst terug een pakketje ophalen, die vrachtwagen. En dan zal die opnieuw rijden. Dus ik krijg eigenlijk een beetje een soort, het lijkt wel een beetje een trombone transportmiddel. Pakketje afleveren, 1 pakketje ophalen, pakketje afleveren en weer een pakketje ophalen. Nou, je begrijpt, dat is niet heel erg efficiënt. En ik zou het dus eigenlijk met dat multiple user, multiple output, zou ik het eigenlijk veel anders willen. Nou, dat kan. Je kan dus eigenlijk zeg maar 3 vrachtwagentjes, als je 3 antennes hebt, zoals ik net liet zien, kan je eigenlijk versturen. Die hebben een pakketje. En dat leveren ze keurig af. Dus dat gaat veel sneller dan wat ik je net dat pakketje hiervoor liet zien. Nou, dat is natuurlijk wel leuk, want een van de dingen die tot nu toe eigenlijk het geval was, als die vrachtwagen nou een groot of een klein pakketje had, hij ging rijden. Met andere woorden, ook als er nog ruimte in was, werd niet opgevuld, er werd maar 1 pakketje werd verstuurd. Nou, dat doen we natuurlijk tegenwoordig, kan dat anders in de wifi 6, dat is wel alleen bij de wifi 6. Dan hebben we met een mooie woord hebben we OFDMA. Nou, vergeet de term, want dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, dat die vrachtwagen gewoon gevuld wordt met pakketjes en dus niet elke keer terug. Hij kan dus meerdere pakketjes al leveren. Dus je begrijpt, op dit moment is dat voor veel meer, dan geeft dat een beleving van een veel hogere doorvoersnelheid. Want je hoeft niet te wachten tot die vrachtwagen weer terug is. Nou, dit is even hier zo weergegeven. We zien aan de linkerkant zien we het single user MIMO. Pakketje voor pakketje wat afgeleverd wordt. Dus je hebt hier 4 clients en die moeten keurig om een beurt wachten. Nou, dat duurt best wel voordat je een behoorlijk wat informatie over gepompt hebt. Aan de andere kant de multi-user MIMO, waar 4 pakketjes gelijktijdig bediend worden. En zoals het is, het is 4x4 kan je zeggen, want het is 4 tegelijkertijd. Ik laat het nog even zo meteen zien. Special streams. Wat zijn special streams? Nou. De doelstelling van special streams is het verhogen van de snelheid of de robuustheid. En het definieert het aantal streams dat unieke data transporteert. Nou, als we dat terugvinden in de datasheet van Access Point, zie je vaak dit soort termen staan. Featuring 3x3, gedeeld door 3 special streams, multi-user MIMO. Nou, mondvol, maar wat betekende dat nou? Nou, die 3x3 is eigenlijk, dat zijn die MIMO, dat zijn die antennes. Dus je hebt 3 transmit-antennes en je hebt 3 receive-antennes. Dat is in principe eigenlijk altijd hetzelfde voor een Access Point. Je komt nooit tegen. Laat ik het anders zeggen, ik ben er nog niet tegengekomen, 3 transmit-antennen en 2 receive-antennen. Dus altijd 3x3 of 4x4, maar het is altijd gelijktijdig. Het derde cijfer geeft het aantal special streams aan. Dat is het aantal verbindingen, dat unieke data. Nou, dat kan nooit meer zijn dan het aantal antennes dat je hebt. Ja? Dus je kan wel 3x3x2 hebben, maar je kan geen 3x3x4 hebben. Dus dat is eigenlijk, nou, dat zien we hier ook. Op dit access point, je hebt 3 transmit-antennes, 3 receive-antennes en 3 special streams. Dus dat is de optimale capaciteit. Nou, hier geef ik dat even weer. Dus het aantal streams. Over het algemeen zal je het meeste laatste tegenkomen of 2x2.
Kijk, hieronder hebben we een plaatje van 2x2, dat is misschien wel aardig. Je ziet hier, zie je aan de linkerkant, zie je eigenlijk een datapakketje. Dat wordt doormidden gehakt en die wordt gelijktijdig verzonden. In dit geval 2 special streams. Die gaat hier in de demuxer, komt hier weer gecombineerd eruit en komt dus als hetzelfde pakketje, komt dat eruit. Dit is een 2x2, maar je kan je ook voorstellen hoe het werkt bij 3x3. Nou, hier dan een mooi access point. Ik heb hier een AC access point, een 4x4. Ja, dus die ondersteunt, die heeft 4 transmit antennes, 4 receive antennes en 4 special streams. Nou, en dan zie je aan deze kant een aantal clients. Ik heb hier een client die ondersteunt er maar 1. Maar die kan bediend worden door de eerste stream. De tweede client ondersteunt ook maar 1 special stream. Die kan hier ondersteund worden. En deze client, die heeft 2 special streams. Nou, wat aardig is, die kan dus ook 2 gelijktijdige unieke datastromen ontvangen. Met andere woorden, grote boodschappen of grote messages, berichten, zullen ook sneller aankomen daar in dat verhaal. Ik heb het hier nog eens een keertje getekend, want hier zet ik 2 verschillende manieren. Hoe kan ik die special streams instellen? Dit is 1 special stream op een 3x3 MIMO verhaal. Nou, daar kan ik dus 3 verschillende pakketjes. Dus ik kan 3 special streams in, laat ik dan eigenlijk 3 verschillende pakketjes zorgen. Dit zorgt voor een, waardoor ik eigenlijk de beleving dat ik veel sneller bediend word. Want ik ga 3 verschillende klanten bedienen. Wat ik ook kan doen, en dat is misschien wel aardig als ik zeg, ik wil het veel betrouwbaarder maken. Ik ga naar 1 klant met 3x3 MIMO. Ga ik 3 pakketjes, ga ik 3 keer sturen. Dus ik ga een soort redundantie in mijn pakketjes bouwen. Hierdoor wordt mijn transmissiebeleving vele malen betrouwbaarder. Dus nou, dit noemen we spacetime blocking code. En de andere is speciaal multiplexing. Dat laatste wordt het meest gebruikt voor de snelheid. Maar dit is mogelijk. Nou, dan hebben we natuurlijk nog uitdagingen. We hebben die snelheid gigantisch verhoogd. Echt helemaal geweldig. We zitten vandaag de dag met 6 op de 4,8 gigahertz. En dat is natuurlijk leuk. Dus al die van de access point komen allerlei clients erop. En die gaan hier en die moeten over een bekabeling op een gegeven moment natuurlijk afgehandeld worden. En dan hebben we een bekabeling, een Cat5e bekabeling die geschikt is tot 1 gig. En dan komen we hier aan met 4,8 gig. Nou, om dat in een kabel te proppen moeten we ongeveer een soort trechter. En dan staat ongeveer een file ontstaat er. Dat kan niet de bedoeling zijn. En zouden wij die IT-industrie natuurlijk niet zijn dat we daar ook geen oplossing voor hebben. Zonder dat je opnieuw hoeft te herbekabelen. Want dat is eigenlijk een heel kostbaar verhaal. Hè? Als je in een gebouw opnieuw moet gaan bekabelen, dat is bijna niet te doen. Dus zodoende. Wat hebben we bedacht? Daar hebben we de Smart Rate Multi-Gigabit standaard voor bedacht. En wat doet die standaard? Die zegt, nou, ik ga eigenlijk proberen over een standaard bekabeling, een Cat5e bekabeling, ga ik proberen om daar toch een wat hogere snelheid over te krijgen. Dus ik zorg eigenlijk dat ik zeg van, nou, dat ik de 10 gig, ga eerst proberen, krijg ik de 10 gig over. Dat zal waarschijnlijk niet lukken. Maar de 5 gig, waarschijnlijk wel. Nou, dat is natuurlijk wel aantrekkelijk. En als dat niet lukt, gaat hij terug naar de 2,5. Hoe doet hij dat? Dat is eigenlijk de auto-negotiate functie, zeg maar even. Dus zowel de ontvanger als de zender zijn op elkaar afgestemd. Proberen of ze een stabiele verbinding tot stand kunnen brengen. Is dat het geval? Dan wordt hij daarop vastgezet, zo niet, wordt hij verlaagd en wordt op het volgende niveau gebracht om te kijken of ik daar een verbinding op kan krijgen. Met andere woorden, je kan dus op de Cat5e of Cat6 toch eigenlijk een veel hogere snelheid realiseren dan in eerste instantie waarvoor ze bedoeld waren of bedacht. Leuk als je natuurlijk de bekabeling helemaal goed aangepast hebt, maar dan zou je ook nog iets aan de switches moeten doen. Nou, ik heb hier even een overzicht, dit is van Aruba. Dan zie je hier de multi-gig access switches. Daar zitten de switches in die een aantal poorten hebben, de smart rate poorten. Dus ja, dan heb je dus, je moet niet alleen naar je bekabeling kijken, maar je zal ook naar je switchen moeten kijken. Dat is eigenlijk de boodschap die ik hier over de bühne wil krijgen. Nou, welk access point heb ik nodig? Hè? Daar had ik het over. Ik zou nou zeggen, nou, minimaal 2 radio's. En die derde is eigenlijk alleen maar handig als je ook gaat zeggen van, nou, ik ga in combinatie met bijvoorbeeld een intrusion detectiepakket ga ik wel doen. Dus ik ga dan wat luisteren, dan heb je ook de derde radio, adviseer ik je. Bij voorkeur veel TX en RX antennes. Ik zou adviseren tenminste 3x3, maar als je de AC hebt, ga naar 4x4. En als we op de wifi 6 zitten, kan je al naar 8x8. En waarvoor? Omdat je niet zozeer omdat je dan zeg maar 1 grote snelle stream, maar dat je 8 cliënten tegelijkertijd kan bepalen. Dat het dus een enorme impact heeft. Ik heb het net al laten zien, die special streams.
hier die MIMO's, wat dat voor impact heeft op je capaciteit van je wifi-netwerk. Bij één keer één MIMO heb ik eigenlijk twee keer zoveel access points nodig als dat ik bij 3x3 heb. Nou, dat is best wel een verschil. En ja, denk aan de multi-gigabit smart rate interface. Zowel aan het access point kant, maar ook aan de switching kant. Samenvattend, we hebben het gehad over wifi of 5G, van wat moet ik nou kiezen? Nou, daar 5G het zeker tot 2025 duurt, tot nog 6 jaar van nu, zou ik adviseren, ga voor de wifi. Het zal ook altijd wat goedkoper blijven dan de 5G. Ja, je hebt daar geen maandelijkse kosten aan wifi, wat je wel bij 5G zal hebben. Denk aan de 10 aandachtspunten die ik benoemd heb. Antennes, tuning, nogmaals, het meten, dat zijn belangrijke zaken allemaal. De wifi-standaard, ik zou adviseren, als je nu kiest, ga naar de X-standaard, want die heeft echt een aantal voordelen ten opzichte van die andere. Ja, en als je nu investeert in wifi, ja, dat ligt voorlopig weer voor de komende jaren. Met andere woorden, daar ga je zeker profijt van trekken. En ja, we hebben het access point, nou, ik heb het eigenlijk al benoemd. Ga voor de AX-standaard, zou ik zeggen. Nou, dit is eigenlijk, dit is mijn verhaal. Ik weet niet of er nu nog vragen zijn vanuit jullie. Dan beantwoord ik die natuurlijk graag. Nou. Ik krijg ze niet direct door hier op dit moment. Dus ik ga er even vanuit dat we niet alle minuut vragen. Maar mochten er nou toch nog dat je het even laat inzinken of bezinken en zegt van nou, shit, ik heb toch nog wat vragen. Dan ben ik goed te bereiken op het e-mailnummer. Dat is r.kasteren@csngroep.nl. Of op mijn rechtstreekse nummer 088-3x9-0938. Ik wil u bedanken voor jullie aandacht. En nogmaals, ik zie alle vragen natuurlijk graag tegemoet.